Maar eerst, zo schat hemeltje rijk zijn dat je het zelf niet eens meer kan tellen. De allerrijkste van ons land zijn ook dit jaar weer opgenomen in het Gouden Blad, de Quote 500. Vanavond werd de lancering in stijl gevierd. Of het een belangrijk feestje is, weet ik niet. Maar het leuke is dat je aan de Quote 500 wel het een en ander kan aflezen. Ik ben er eigenlijk heel lang niet geweest en ze belden van ja, kom nou. Ik vind het ook flauw om dan niet te komen. De Quote 500 feestjes, nou, die willen nog altijd uit de hand lopen. Dus laten we hopen dat het vanavond ook gebeurt. Ik drink iets waarvan ik niet weet wat het is. Maar dat is heel lekker. Op wie erin staan? Ik heb het. Ik hoop ja. Je weet het niet, hè? Nou, de eerste 10 blijven allemaal hetzelfde. En de verschuivingen zijn er natuurlijk altijd. Nou, wat ik vooral frappant vind, is dat ten tijde van crisis de rijken meestal rijker blijken te worden. Dat vind ik altijd een bijzonder fenomeen. Er zal alweer een DJ bijgekomen zijn, denk ik, die ik gemist heb. Die veel te veel geld verdient en een privéjet heeft. Laat ik eerlijk zijn, die quotelijst klopt nooit helemaal, omdat het heel ingewikkeld is om te weten wat iemand precies waard is. Oh. Nou, ik hoorde hier en daar al dat er een gezellig borreltje is geschonken. Wij schakelen live naar Vinkeveen. Dat is een advocaat, hè? Nou, drink ook wel eens een borreltje. Naar hoofdredacteur Paul van Riessen. Hallo, hallo. Goedenavond. Goedenavond. Nou, wij hebben het allemaal net weer niet gehaald, die 500, dat is jammer. Je hebt het neusje van de zalm weer bij elkaar gezocht. Je kan nog niet alles zeggen, want morgen ligt die lijst op straat. Maar wel heel bijzonder nieuws. Ja, ik kan jullie de quote 500 verklappen, de nummer 500. En dat is niemand minder dan Max Verstappen. De coureur die gisteren natuurlijk weer zegevierde in Mexico. Die weet ook financieel prachtige prestaties neer te zetten. Komt binnen met een bedrag van 120 miljoen in de lijst der lijsten van de allerrijkste Nederlanders. Wauw, en verwacht je dan dat hij de komende jaren doorstijgt naar de top 20? Ja, dat is wel Max Verstappen. Die staat altijd achteraan en dan rijdt hij dan altijd naar voren. Gaat hij ineens heel precies, snel? Precies, hij heeft een mooie inhaalrace te maken. Daar houdt hij van. Je verdient iets van 40, 50 miljoen per jaar. Dus die zal de komende jaren wel een beetje doorstijgen. Maar alle begin is moeilijk. Dus we trappen af met nummer 500. Kijk, en wat is dan het financiële gat tussen 500 en 499? Volgens mij is dat wel geteld 0 euro. Oh. Nee, we hebben een aantal mensen met 120 miljoen. En het gaat over, het gaat op alfabetische volgorde. Hè? Dus hij eindigt dan in de staart. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen dat hij nummer 490 ook zou halen. Kijk, er is ook geen plek voor hem, de staart. Altijd wat oudere mensen, maar ook flink wat jonkies. Heb ik begrepen, want ik heb die lijst natuurlijk ook niet gezien. Heb jij nog een tip voor de jonge mensen en de wat ouderen? Hoe worden wij heel rijk? Ja, het is uiteindelijk gewoon een kwestie van doen. Hè? Je moet alles opzij schuiven om dat ene droombeeld na te jagen. Gewoon gaan ondernemen, want in loondienst verdien je het niet. Je hoeft verder niet al te veel moeite te doen met studies en zo. Dat blijkt allemaal helemaal niet noodzakelijk te zijn. Duik in het diepe en zwem dan door. Kijk, oké, Sandra Schuurhof zit hier. Die wil heel graag nog één vraag stellen. Heeft de koninklijke familie de top 10 gehaald? Nee, de koninklijke familie helaas, die moet toch een beetje doorwerken. Die heeft bij lange na niet genoeg. Kijk, maar hebben jullie daar nou echt zicht op? Mensen betalen geen belasting. Die hebben zoveel voor op al die andere 499. Dat scheelt behoorlijk. Overigens doet Max Verstappen dat ook niet. Hè? Die woont in Monaco, niet voor niks. Niet alleen vanwege het zonnige weer, maar ook vanwege het fiscale klimaat. Dus zo zijn er wel meer. Maar de koninklijke familie die zou toch eens een keer een onderneming moeten starten of zo. In plaats van de BV Nederland ceremonieel te leiden. Gaan we later over doorpraten. Onwijs fijn dat je even met ons dit tipje van de sluier wilde oplichten. Dankjewel, fijn feestje nog.